Hallo mensen van Gerrit Teamstrak Gaming, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe serie. Bam, pat, poeh. Vandaag wil ik beginnen met de serie Tomb Raider. Tomb Raider 2013. Ja. Ik vind het echt een epische game. Ik wilde eerst Mafia 2 gaan doen, maar die speelde Water bij je al. En ik heb de ondertitel lang aangezet, zoals je kan zien. Dus ja. Not who we are. I finally set out to make my mark. To find adventure. But instead, kijk hoe mooi. Kijk dan. Lekker, lekker. Mooie graphics. Lijkt alsof hij echt super hard lijkt, maar het is gewoon een stable 30 FPS. Dus ik heb geen idee of dat... ja, ik weet niet waar dat is. Oh nee, de boot zinkt. We zitten in een... When life flashes before us. We find something. Ja. Bedankt voor het kijken mensen, dit was de game. Doei! Yeah, we worden gered door iets. Door een persoon. Door een man die er in één keer niet meer is. What the actual fuck? What is that something dan? Dat wil ik dan wel even weten. Yeah! Badass catch, motherfucker. Nee, nee, dude! Oeh, damn ditch. Kijk dat spaghetti bandje zo. Kijk. Look at it. Just look. And tell me it's fucking ugly. Well, fuck you. En dan denk je, pat, boom, in-game sound gelijk. Fucking hard. Ik hoop dat het zo goed is, want... Ja, yeah, ik heb geen zin om wat anders te doen, hè. Want ik heb neem wel... Ja, het moet wel goed zijn. Het moet... Misschien klik mijn microfoon wat kut, maar het moet gewoon. Anders kan het niet. Oké, okay, chill. We liggen op een eiland met Big Titties. Ook al zijn ze een stuk minder groot dan de originele Tomb Raiders. Wow. Alle mensen hier zijn helemaal shakalakalakabala. Oké, dus iemand heet Reyes, iemand heet Jonah. En wij heten Lara. Lara Croft. Tomb Bitcher. Oh shit! Square Enix presents. Sounds of something heavy being dragged. Ik vind het wel jammer dat dit dove ondertiteling is. Nee, ik laat het voor deze episode aanstaan. Al vinden jullie het gewoon goed genoeg zonder ondertiteling, dan zet ik hem uit. Ik vind het best wel irritant. Het komt zo in één keer zo'n beeld zo van... zo van, je bent doof, je kan niks horen. Als je doof bent, dan ga je ook niet gamen. Gewoon, pak hem mogol, wie is nou weer doof? Met alle respect voor de mensen die wel doof zijn, maar dat lijkt me gewoon fucking kut. Crystal Dynamics. Woo! Crystal Lara Croft. Say what? Hot girl, girl. Don't you know what's going on? Don't you know what's going on? Wij kunnen bewegen. Nee, Lara, je bent hier fucking alleen, dude. Ga tegen die fucking zak aanbeuken met je lichaam. Give me a kiss! Give me a kiss! I want a kiss! Oh, damn. I nearly got a kiss from Lara Croft, from the hot girl, from the game, you know. But then I fell down because it was too fat. So, yeah. Beat that, motherfucker. This is gonna hurt. Nou, dat gaat zeker als u helemaal naar beneden moet vallen en als u nu even in de fik vliegt. Oh nee, we staan in de fik, wat moeten we nu doen? Sling! En we missen die. Godverdomme. Godverdomme scripted events. Kloten we gewoon. Wie wil dat? Ah. Nope. Lekker laten zitten, bitch. Als je me laat zitten.
Als je hem gewoon laat zitten, dan gaat er geen fucking bloed uit je lichaam. Bam! Kijk, nu gaat ze fucking pijnlijk doen, maar anders kon ze gewoon lopen en dan zat er nog allemaal bloed in het lichaam. Maar ja. Gelukkig kunnen we nog wel lopen. Pittig snel ook. Ook al struikelen we dan wel over fucking botten. YOLO. Nope. Nope, Jesus. Go away, Jesus. Nobody likes you, Jesus. Jesus Christ, what is he doing here? Nou, dan moeten we er blijkbaar toch maar heen. Naartoe. Godverdomme, Jezus. Niemand mag, joh. Niemand. Niemand. Oké, okay, misschien wel mensen die in jou geloven, maar ik niet. Ja? Dit is de plaats voor de dode mensen en veel kaarsjes. En dat moet wel betekenen dat er regelmatig mensen komen. Dus als we hier gewoon eventjes gaan wachten, dan komen er zomaar niks aan. Oeh, give me a kiss. Yep. Geen bitch, lap bitch. Yes. Yes. Kusjes geven. Woe. Wil je ook een kus, bitch? Is dat een man of een vrouw? Ik denk een kaal persoon. Ja. Geen idee. Ik speel het op 27p. Omdat 1080p het niet ging worden. Oké, okay, dan moeten we dus een fakkel. Deze. Thank you. Burn. Gotta burn it down. Feel so. Waarom vliegt dit niet in de fik? Dit is toch ook gewoon van hout? Dat was luid. Ah, niet zo janken, dikke. Hier, stek de paal in de fik. Hier. Oké, okay, I'm out. Doe je fuck uit, bitch. Doe je fuck uit. Fuck, ja, doe je fuck uit. Hé, wat fuck is dit? Ja, doe je fuck uit, kutmogel. Hoe doe ik de fuck uit, jongens? Dankjewel. Moeten we waarschijnlijk iets daarmee doen. Fuck. Nou, steek het gewoon lekker in de fik. Dat merkt niemand, joh. Oh, zo meteen dat boom doen. Watch out for the boom. Ik zei toch boom. Maar wij waren veilig. Voorzorg. Maatregelen. Bam. Ik doe maar even aan voor de zekerheid. En zometeen moeten we weer iets in de fik steken. Omdat we fucking lekker voorzichtig zijn hier. Chill. Hallo. Oh, gotcha. Balakalabalaba. Let go. Ik weet niet welke pijltjes ik moet gebruiken. Dus ik gebruik ze allebei. Dude, shut up, I'm not coming to you. Motherfucker. No, I'm not coming back. Ja, dacht even niet, je wil me gewoon verkrachten. Vies Rick. Plofon staat in de fik en een vlam bij mijn hoofd. Ik ben niet bang. Nee, want ik ben Lara Croft. Badass motherfucker. Ze raakt ook echt gewoon die stenen aan die net in de fik hebben gezeten. Fucking genius. Genius Lara strikes again. Nou, eigenlijk is het voor de first time, aangezien dit een prequel is. Not again! Yes again, motherfucker! Need to find a way out. Fire, burning sky. Just climb on there, nope. Okay, sorry. Oh, to ignite. Steek gewoon lekker alles in de fik, dan gaat hij omhoog. En dan kunnen we hier erop lopen. Ik vind het echt kut dat we een ding in ons krijgen, want nu zijn we sloom. Nu zijn we niet de badass Lara, die je normaal gesproken wel bent. Oh nee, schuif maar weer terug hoor. Dat gebeurt altijd zo. Hoppa! Oh, badass, motherfucker. Oké, okay, en nu? Oh, dan vallen die erin, joh.
Slim! Oké, jij dus niet. Hakka! Woehee! Shove. Dan kunnen we die daar. En dan. En dan? En dan wat? Wat nu? Oh, I get it. I think. Ik denk dat ik hem door heb, jongens. Zeker deze in de fik. Dan gaan die lekker fikkeren. En dan moeten wij daarop. Kunnen we dat ding naar beneden omhoog gooien. En dan gaan de brandende dingen gaan erin. Kijk hier. Dan gaan de brandende dingen gaan omhoog. Die gaan er dan vervolgens invallen. Zodat wij mooi de brandende dingen naar beneden kunnen gooien. En dan gebeurt er vast wel iets. Zie je, dan gaat die zo boom. Bam. Ik zei het toch. Genius. Lucas. Dat was pittig snel. Oh, we hebben nu ook al model unlocked main menus extra. Oh, dat ga ik toch niet laten zien, want dat zal allemaal een worst wezen. Oké, dan nemen we deze ingang. Sure, wat jij wilt, jongen. Oké, dan nemen we deze ingang. Jongen, jongen, doe dan toch eens rustig. Wat wil je nou allemaal? Auw! It hurt my fucking pussy. Fucking alles stort hierin. Seems legit. You gotta run, run, run. Run for it. You gotta run for it. Let's go! Weer die mogol. Dude, dit is wow. Oh, fuck, F. We're dead. Fuck, I was right. Oké, dus het kan dus gewoon met de A en de D. Dus je hoeft niet per se paaltjestoetsen te gebruiken, dan weten we dat mooi. Weer. En we weten ook dat al moet je dat zoiets doen, dan moet je daarna op F klikken. Nou. Paaltjes, paaltjes, paaltjes. S en D, S en D, S en D. F! Zwerver mogol. Jij bent lekker dood. Ik ben lekker niet dood, want ik ben Lara. Lara Croft. Lara Croft. Eigenlijk kan ze helemaal in deze game niet eens doodgaan, want dit is een prequel van al die andere games. Dus ja. Pittig jammer eigenlijk. Wij zijn badass. We klimmen als een motherfucker. Klimmen als een motherfucker. Klimmen als een motherfucker. Oeh, dat ging net goed. Oeh, pro! Try to get on my level, try to get on my level, try to get on my level, try to get on my level. Pwap wheel, pwap bitty pew. Made it, bitches! We are the out of the there. Very good of us, right? Yes! No! Maybe! Maybe, baby, please! Waarschijnlijk is deze muziek wel copyrighted. Dus ik doe gewoon na de muziek al. Tomb Raider. Dramatische pianomuziek. Ik denk dat ik dat gewoon eventjes ga muten, want ik wil gewoon geen copyright strikes echt al bij de derde video. Art gallery unlocked, main menu extras. By the way, ik heb alle DLC's. Yolo Swag. A lifeboat. But where are they? Quite interesting. It must have gone inland. Signs of life. Search for traces of other survivors. Okay. Okay. Take it slow. That ass, bitches. That ass. Dude, walk. Walk, motherfucker. Oh. That pussy. Run. Run, run, run. Run, 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 run. Okay. Made it. Woohoo. Volgens mij hoefde ik daar helemaal niks te doen behalve op W drukken. Laten we terug gaan.
Are you kidding me? Oh my god, Lara! Je domme mogol die je bent! Hoe kun je dat nou doen? Kijk joh! Je ziet al dat het daar afvalt! Woep, 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 woep. Turn around! Honey, nothing can stop us now! Oké, hebben we dat ook weer gehad? All those ships, they're all dead. No one is alive. So let's jump to the other side! Hoppa! Omhoog klimmen! Kijk naar de mooie zon. Oeh, vliegtuig! Huh? Wat is dat? Oké! That's my voice actually. Stemactering van Lara. Nee, dit kan je niet, bitch. Hou je bek, je kan geen flikken, jij. Oké, dus dat weten we ook weer. Of flikkeren we. Dan moet je op E drukken. Zo makkelijk. Kunnen we dat ook weer onthouden? God, domme Lara, stel je niet zo aan. Zie? Hey, dan zijn we klaar. Dat is het enige wat je moet doen. Het is best wel sterk trouwens. Gewoon een zo. Woe! Wat een girl. Oké, wel een super nice girl. Echt hé. Wat? Nog eens even een leg spike'tje. Gelukkig is dat hier niet meer. Waarschijnlijk heb ik hier wel... Oh nee. Nee, ik dacht misschien heb ik hier meer lag. Ah, dus dan zit je op zo'n witte muur. Laten we alles onthouden. Al het witte, daar kan je om... Oh, kut. Plug gewoon nog naar beneden. Al het witte, daar kan je op klimmen. Hmm. See what I did there? Nee. Was hij niet goed, jongens? See what I wit. Oké, laat maar. See what I wit there. Kijk, dus je kan ook op het onderste ding van Lara klimmen. Ze heeft twee hemdjes over elkaar. Dat logic. Ze heeft geen BA. Two-way radio. New gear required. Laten we even kijken of hier nog meer shit is die we kunnen scavengen. Geen shit, maar daar is wel iets wits. Dus daar kunnen we naartoe. Hoppla. Oké. Scripted als een motherfucker. Oké, current location, Coastal Forest. Willen jullie weten wat hier is? Dan moet je blijven kijken naar mijn mooie muis. Nee, grapje, dan moet je de volgende keer weer kijken. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze eerste aflevering van Tomb Raider 2013. Een nieuwe Let's Play op Gerrit Teamstra Gaming. Vind je deze serie nou leuk? Wil je dat meer afleveringen voorkomen? Doe dan gewoon een duimpje omhoog. Laat een reactie achter met wat je hiervan vindt. En of je nog verbeteringen hebt voor mij, zodat ik die kan doorvoeren. Laat dan een reactie achter en subscribe als je meer van mij wil zien. En ook meer van Gerrit. Mazzel!